Dit is een film over op en rond de boerderij. 1985. Dit is een Liebex zaaimachine, 15-rijig, 5 rij op elk bed. Het zaad valt breedwerpig in de rij. Het zaad wordt met lepeltjes naar boven gebracht en valt dan breedwerpig naar beneden. De 12-rijige Ficon Monocentra S.
Dit is de structuraal pootmachine plus de Vicon kopeg. U ziet wel het land klaarmaken plus het poten gebeurt in één werkgang. Dat was nog even werkoverleg. Er wordt ook rijenbespuiting toegepast met Montsereen. De machine is voorzien van lage drukbanden en gaat hydraulisch op en neer. De kisten worden voorzichtig leeggestort en worden daar meteen op een lege pallet weer teruggezet. Is de pallet vol met lege kisten, dan wordt deze ook meteen weer afgevoerd op de kopakker. Dit is de Valmet met de vijfrijige vrees. Piet had nog wat gevonden voor de brandstapel. De Lady Centerliner. Met overbemestingsset. $10.000.
10 meter, gelijk aan de sproeisporen. Dit is een Dubex-spuit, 18 meter. Hier worden de uien gespoten.
Dit is het lossen bij Ad. Het was 85, het jaar van de grond. Dit is de Miedema 10 tonner van Piet. Hij staat nu voor de climax stortbak. Het was een erg nat jaar, net zoveel grond als aardappelen. Of liever gezegd, blubber. Hier ziet u het knijpsysteem. Dit is de kluitenknijper van Climax. Daan en Piet aan de visser-transporteur. Wordt het aflandproduct in de stortbak gekiept. En deze gaat weer voor een volgende vracht.
Dit is Bert met de BM Favia. De laatste meters van het pad. Thank you.
Het opruwen van de beton was dat. En het plastic dient als krimpvoeg. Betonpad klaar. Ja, ik ook. Oh, moet je ermee? Ja, ik ook. Moet je kijken of er over blijft, nee. Maar mijn bed heeft nog wel mooi grof, hou je? Ja hoor. De uit die de rest is grof. Ja, maar die van mij dat is verder ook allemaal niks. Dit is, ach, ik word wel goed, jongen. Dit is de droogte van de verloop. Ja. Hè? Ja. Dat dacht ik ook wel. Maar zo leed dit ook wel. Dit is de Ellens uierrooier, de klappen voorop en de asrooier achterop. Deze trekker heeft een Zeeuwse kap. In verband met de luchttoevoer. De Amak uierlader.
Er zat dit jaar heel veel werk in de uien. Dit wat u nou ziet lopen is afval. Plus dat er ook nog mensen aan de band stonden. Hellinga en Michiel. Voor het uitzoeken van de rest. Dit ging allemaal terug naar het land. De uien werden over 2 stortbakken in de schuur gedraaid. Hier ziet u de bedelift Piet Rooyer en de Giro Kneuzer op de Kormik gebouwd. Hugo laat voor mij de keeper even keepen. En laat hem na enige aarzeling zakken. Dit was februari 85. Aardappelen worden op de keeper geladen en vervolgens voor de stortbak gereden. De voeder zorgt ervoor dat de bak vol blijft. En niet overstroomt. Thank you.
De aardappels vallen door de zeef in de bunker. Komen er vervolgens weer onderuit. Dit is de kluitenscheider. Er zit nu 3 man aan de sorteertafel. Maximaal kunnen er 4 zitten. De zakken worden elektrisch dichtgenaaid. Keurmeester Grit keurt de aardappelen. De aardappelen verdwijnen over de hele wereld, zowel in zakken als in kratten. Deze gaan naar Pakistan. De kratten worden met lucht dichtgedraaid. Door middel van een trompethouder op de luchtboormachine.
Dat is het voordeel van kratten. Je kunt ze hoog wegzetten. Dit gebeurt ook wel eens. Als we aardappelen los afleveren en bepaalde maat is consumptie, dan worden die tussendoor nog weer in zakken gedraaid. Ongeveer 12 kilo in een kistje. Er zitten ongeveer een 70 bak op één pallet. Bieten.